Giesje Rijswijk heeft een nieuw hart gekregen. Een winkelcentrum met karakteristieke gevels en bovenliggende appartementen. Zaterdag 25 september werd de officiële opening feestelijk gevierd. Wethouder Sheikh Karim sprak lovende woorden over de dorpsraad en bedankte die namens het college. Ik wil u van harte feliciteren met uw mooie parelplein. Het is nog niet klaar. We hebben afgesproken dat hij nog een beetje aangekleed gaat worden. En we hebben ook als college het lef gehad om te zeggen, gaat u maar zelf proberen in te richten en wij kijken hoe we u kunnen ondersteunen. Ik wens u heel veel plezier. Ik kom zeker nog terug, want we moeten het nog afmaken. De filosofie die we hadden bij het Parelplein was ook dat het een ontmoetingsplek zou worden. En het moest niet alleen een winkelcentrum zijn waar je even snel boodschappen kon doen. Men moet elkaar hier ontmoeten, moet een bankje hebben om even met elkaar van gedachten te wisselen. Even elkaar te bevragen hoe het gaat, als er zaken spelen, dat je ook als gemeenschap elkaar kunt helpen. Voormalig wethouder Renze Bergsma blikte terug op de geschiedenis hoe dit project tot stand gekomen is. Maar ik mag in Coevorden aan de slag als burgemeester. Maar in mijn tijd als dat ik hier gewoond heb en gewerkt heb als wethouder en ook actief ben geweest als statenlid en gedeputeerde, was dit wel een pareltje. Als ik eraan terugdenk, dan denk ik aan heel veel vergaderuren. Ik zag net wat gemeenteraadsleden, maar ik heb wat zitten bakkeleien met de gemeenteraad. Maar toch ben ik de gemeenteraad ontzettend dankbaar dat ze de ruimte hebben geboden en het geld hebben gefiateerd om dit mogelijk te maken. De voormalig wethouder en Ad Zwart van stichting 1 Giesje Rijswijk kregen van Peter Tankens een bijzonder cadeau aangeboden. Jullie mogen het samen uitpakken en het is echt iets om jullie te danken voor de grote inzet. En ik durf echt wel te zeggen, zonder jullie beiden had dit plan niet gerealiseerd geworden. Dit cadeau van bouwbedrijf Tankens, de bewoners en de dorpsraad krijgt een vaste plek bij de ingang van het appartementencomplex boven het winkelcentrum. We hebben met heel veel mensen te maken, met heel veel disciplines, met heel veel organisaties en ook. En daar hebben we allemaal goed en keurig kunnen samenwerken. En nu dit gerealiseerd is, is de kers op de taart. Ik ben zo trots als een pauw. Zo kan je het eigenlijk wel zeggen. Het is inderdaad wel echt een heel groot cadeau dat ik eigenlijk een week voordat ik start in Coevorden dit zo mag openen en mag afronden. Dat is echt geweldig. Ja, ik hoop op heel veel winkelplezier, woongeluk. Het is Giesje Rijswijk van harte gegund. Prachtige dubbelkern. Wees er trots en zuinig op met z'n allen.